Dit is het verkeersjournaal van maandag 22 september. We beginnen met werkzaamheden aan de buitenwatersloot in Delft. De buitenwatersloot tussen de Koenderstraat en de Krakeelpolderweg die wordt opnieuw bestraat. En de doorgang is tijdens de werkzaamheden geblokkeerd. Er is een omleiding voor autoverkeer en voor fietsers. Auto's die kunnen omrijden via het Westplantsoen, de Hugo de Grootstraat en hier de Havenstraat. En fietsers die kunnen rijden via de Koenderstraat, de Westerstraat en de Graswinkelstraat. Nou, verwacht wordt dat de werkzaamheden nog duren tot eind december. Al enige tijd wordt er gewerkt in het gebied van de Vaarheidstraat in Den Haag. Het riool wordt vervangen en het winkelgebied wordt opnieuw ingericht. Er wordt gewerkt in fases. Tot en met 15 november zijn ze bezig met het vervangen van het riool en de bestrating. En hierna beginnen ze dan aan de laatste fase. Er is verkeershinder in de Vaarheidstraat, maar ook in de Thomsonlaan en hier op het Thomsonplein. Het verkeer kan met een aangepaste snelheid langs het werk rijden. Aankomend weekend, van 26 tot en met 29 september, wordt er gewerkt aan de A12. Rijkswaterstaat gaat het asfalt van de A12 vervangen en hierdoor is de weg de stad uit. In het deel hier tussen de Zuid-Hollandlaan en het knooppunt Prins Klausplein geheel afgesloten. Nou, u kunt op verschillende manieren omrijden. Op onze website vindt u meer informatie daarover. Ja, en dan is het weer tijd voor het spelletje Raad de Straat. De straat van vorige week, dat was de Van Alkmaarlaan in Den Haag. En vandaag heb ik weer een nieuwe aanwijzing. Maar hij is een beetje anders dan anders, zoals u kunt zien. Want dit keer rijdt de cameraman ergens. Ja, en waar rijdt hij op dit moment? Ik zie leuke bootjes liggen. Je kan er lekker fietsen. Best wel mooi daar. Nou, als u het weet, ga naar de site, geef het antwoord en maak kans op leuke prijzen. Ik zou zeggen tot morgen en dan ben ik er weer met een nieuw verkeersjournaal. Dag!